Femke Spiering. Op baan 2 voor de Dolfijn, Elise Tanis. Baan 3 voor Hogeveen. Ze is al vaker finaliste geweest op nummer Alinda Dingshof. Op baan 4 voor Orca, vanmorgen als enige onder die grens van de minuut, Josien Dijkhuis. Op baan 5 enorme vorderingen ook op de 200 vlinder en ook op de 100 vlinder van Rijnhagen, Tessa Giele. Op baan 6 voor Racing Club, Lotte Hosper. Op baan 7 voor Rijnhagen, Britta Koehorst. En op baan 8 voor ZVL 1886 Tetero, Silke Molendijk. Dit is de finale bij de dames 100 meter vlinderslag. Nou, dit wordt een echte open wedstrijd. Je kunt van tevoren wel zeggen, oh, die wordt kampioen. Maar we wachten eerst maar eens de eerste twee banen af. Ja, want we weten dat Josien Dijkhuis dit toernooi in vorm is. Maar datzelfde geldt voor Tessa Giele natuurlijk. Ja, maar misschien is Josien toch wel de betere rugslagzwemster geworden. Kijken wat die 50 meter brengt. Nou, Tessa Giele in 27-17. En dat is een forse opening. En Josien Dijkhuis 27-77. Wat kan Giele laten zien? Haar persoonlijk record van de EK in Kazan 26-45. En ze eindigde toen in 57-53. Kan ze die tijd ook even naar Giele hier aan de leiding. Het winnen zit erin, in ieder geval. Daar komt ze. Nou, dit is ook heel goed hoor. 58-1400ste. Daar had ze vorig jaar nog nooit aan gedacht. En ook de tijd van Josien Dijkhuis mag er zijn. 59-87. Onder de minuut, net als vanmorgen. En de derde tijd van Lotte Hosper in 1-0-0-22. De uitslag is officieel en dat betekent dat de winnares heet de Nederlands kampioen bij de dames 100 meter vlinderslag, Tessa Giele. We gaan verder met de parafinale bij de heren 100 meter wisselslag.